Ik heb voor jullie weer een hele toffe video. Wij gaan het namelijk hebben over 12 super vette concepten. Het is een tijdje geleden dat we zo'n video hebben gemaakt. Maar vandaag gaan we het weer hebben over deze concepten. Het zijn 12 superleuke concepten als je het bijvraagt. En deze concepten hebben een grote kans om in de game te komen. Dus als je het nu al super tof vindt, drop even de like, abonneer op de Veelgevraagd. En gebruik onze supporter creatorcode Veelgevraagd in de Fortnite shop. Vind ik heel belangrijk als jullie dat even doen. Alright, laten we gewoon gaan beginnen met de allereerste. We beginnen altijd eventjes met een onserieuze. En dit is die onserieuze. Namelijk de Victory Royale in een box. De Victory Royale in een box is een box die je kan vinden in de game. En als je die opent, dan win je de game. Simpel as that. Er spant er maar eentje in een match. Even kijken. Interact with it to instantly win. Dus als je eenmaal hem aanraakt, dan heb je gelijk gewonnen. Je killt ook gelijk alle spelers. En je krijgt dan ook al die kills, laat maar zeggen, zelf echt. En dat is natuurlijk geen serieuze concept. Maar het is wel grappig. Ik vind dit soort dingen wel grappig, dit soort ideeën. Maar natuurlijk gaat het er never nooit in komen. Alright, laten we doorgaan naar het volgende idee. Dat is de Bubble Wrap. De Bubble Wrap is gewoon eigenlijk een wrap voor je wapen. En dan met bubble plastic, bubbeltjes plastic. Ziet er super leuk uit. De beschrijving is pop. Heel erg leuk. A reactive wrap that makes a satisfying noise if you get a kill. Dus zodra je een kill maakt, maakt hij een geluidje. Dat hebben we nog niet. We hebben nog niet een reactive rap, zoals dat heet. Dus een rap die een geluidje maakt. Of in ieder geval iets doet als je een kill maakt. Dus dit is sowieso een superleuk idee. En dit, ik weet niet. Ik zou dat er graag in willen hebben. Dus Epic Games, als je kijkt, doe dit erin. Gaan we door naar de volgende. En dit is ook wel een leuke. Het is namelijk een idee die we al vaker hebben gehad. Maar ik blijf hem vertellen, want ik wil hem zo graag in de game hebben. Namelijk als je op escape drukt, dat als je in een party zit, dat je mensen harder of zachter kan zetten. Dit zorgt ervoor dat je als iemand loopt te schreeuwen, dat je hem zachter kan zetten. En als iemand echt vanaf hier of zo, als iemand dan vanaf hier komt, als hier zit en de microfoon staat daar, dan kan je hem harder zetten. Dus dat is wel handig. Dus ja, ik zie dit heel erg graag. Ik hoop dat dit erin gaat komen. Mij lijkt het super vet. En ik denk ook wel dat ze dit binnenkort een keertje gaan implementeren. Gaan we door naar de skin concept. Het is namelijk Plastic Patrol. Plastic Patrol is een skin concept met... je had vroeger van die plastic poppetjes. Van die soldatenpoppetjes. En iemand heeft bedacht van dat we hier ook skins zou moeten krijgen. Ik vind het idee wel grappig. Ik weet niet of ik het heel mooi vind. Maar het is wel leuk. Want voor degene die, weet ik veel, uit 1990 komen zoals ik. Of ik kom uit 1995. Maar in ieder geval tussen 1990 en 1999. Die kunnen zich vast nog wel herinneren dat we van die kleine plastic soldaatjes hadden die je dan kon neerzetten en een soort van legertje kon spelen. Was super leuk. Het zou super leuk zijn als voor die mensen ook zo'n soort skin komt. Ik kan me voorstellen dat kinderen van een oudere generatie die bijvoorbeeld 12 of 13 zijn, die dit niet heel erg snappen. Maar het idee lijkt mij wel heel erg grappig. Gaan we door naar het volgende en dat is deze. En hier ben ik zo fan van. Ik wil dit zo graag in Fortnite. Het is namelijk Ranked Royale. Ranked Royale is dus een concept voor dus dat je ranked kan spelen. Dat je gewoon ranked, dat je ook ranks kan krijgen naarmate je de spelletjes speelt. Dit zorgt ervoor dat Fortnite een stuk competitiever gaat worden. En dat je dus straks ook echt mensen kan vergelijken met rank. En dat die mensen niet gaan kijken naar je KD of mensen gaan kijken naar wat dan ook. Maar dat je echt een rank kan krijgen. En dat er ook echt game modes zijn. Aparte game modes voor rank. Daar ben ik zo fan van. Ik wil dat zo graag hebben. En ik snap eerlijk gezegd ook nog niet waarom het er niet in zit. Waarom is dit er nog niet? Kijk, dan met dat bronze, silver, gold, platinum, champion. Dat lijkt me gewoon heel erg vet. En ik hoop ook echt dat ze dit er ooit in gaan toevoegen. Want ik vind het gewoon leuk om competitief te zijn. En om ook echt gewoon te kijken om beter te worden in een game. Als ik zou moeten schatten waar ik in zou komen op dit moment. Dat vind ik wel leuk om die schatting te maken. Kijk, ik ervaar mezelf niet als super goed. Maar ik denk dat ik goed genoeg zal zijn voor tussen gold en platinum in. Misschien platinum. Ligt er ook een beetje aan hoe de skill gap zal zijn. Maar ik zou hier zo fan van zijn als dit erin komt. Dus Epic Games, als je kijkt, doe het erin. Het lijkt mij super, maar ook echt super vet. Gaan we door naar de volgende. En dit is een video. Ik zet hem even op pauze. Het is namelijk weer een skin wrap concept. Dit is van de Marshmallow Wrap. En hij is reactive. Dus iemand heeft ook echt een video hierover gemaakt. Dus laten we eens gaan kijken. Goed kijken naar dus wat er gebeurt zodra er muziek afgespeeld wordt.
Want dat is bij alle skins. En daar gaat het er zo uitzien. En holy crap, dit ziet er toch vet uit, jongens. Ik wil dit zo graag hebben. Dus dat hij dus echt van die kleuren gaat verwisselen. Het concept is echt super goed en super strak. Ik ben alleen bang dat ze daar een beetje te laat mee zijn. Maar wie weet dat we het ooit op een andere manier gaan krijgen. Ik vind het in ieder geval een heel erg vet idee. Gaan we door naar het volgende concept. En het volgende concept is dit concept. Het is iets wat we al vaker hebben gezien. Maar het is iemand die hem net iets anders heeft gemaakt. Het is namelijk een concept dat je bepaalde skins krijgt. Zodra je een hoeveelheid wins hebt gehaald. Bijvoorbeeld bij 1 win krijg je natuurlijk de normale Umbrella 25 een bronzen. En zo gaat dat door. En uiteindelijk bij 300 wins krijg je een diamond Umbrella. Super vet, lijkt mij ook heel erg vet. Ik zou, als ik dit zou nu moeten krijgen, zou ik de 200 wins krijgen. Ik weet niet zeker, misschien heb ik al de 300 wins gehaald. Ik zit er volgens mij best wel in de buurt namelijk. Maar super vet. Daarnaast hebben we ook nog dat je, als je 500 wins haalt, krijg je een gouden shield, wat super vet is. Volgens mij bestaat die al, maar het gaat om het idee. Bij 350 wins krijg je 500 V-bucks en bij 400 wins krijg je een golden pickaxe. Idee is super leuk. Wie weet gaat dit er wel een keer in komen, moeten we eventjes afwachten. Gaan we door naar het volgende. En deze is ook wel heel interessant. Het is namelijk Natural Disaster LTM. Het is een LTM die is gemaakt voor 50v50. En die heeft gewoon random events. Een soort van live events, maar dan heel erg klein. En die heb je altijd in deze game mode. Bijvoorbeeld de Lightning Strike. De Lightning Strike, die kan je raken. En die maakt je buildings kapot. En kan jou ook een soort van raken, waardoor je damage krijgt. Daarnaast heb je de Earthquake. De Earthquake kan heel veel dingen kapot maken tegelijkertijd in een heel groot gebied. En dan heb je nog kometen of tornado's, wat ook nog wel een leuk idee kan zijn. Mij lijkt het idee heel erg leuk, zo'n event. Het is gewoon 50-50 met een twist. Zorg er gewoon voor dat het gewoon wat leuk is. Ik ben alleen een beetje bang voor de Earthquake, aangezien het een beetje overpowered is als jij in een build battle zit, dat je dan vervolgens eraf gaat. Of dat je dan opeens al je protectie kwijt bent. Maar anderzijds, in 50-50 is het bouwen gewoon wat minder aanwezig. Gaan we door naar het volgende, en dat is namelijk de Port A Portal. De portal is een concept van iemand die gooit, laten we zeggen, het idee is, je gooit de portal, gooit de tweede portal heel erg ver en dan kan je in die portal zo naar de andere kant toe. Het idee is superleuk. Ik verwacht ook wel dat we zoiets nog gaan krijgen, want zoals jullie weten hebben we al portals in Wailing Woods. Dus het idee of het bestaat eigenlijk al zoiets. Dus het zou me niks verbazen als we zo'nzelfde portal ook echt krijgen in een portal of iets in die trant. We hebben natuurlijk nu ook al een Rift to Go. Dus het zou zomaar kunnen dat we dat voor een portal ook gaan krijgen. En mij lijkt dat best wel een leuk idee. Want hoe vet is het als je in battle zit. Je gooit een portal in je base. Vervolgens gooi je een portal in zijn base. Ga je door de portal heen en kill je hem. Dat is super vet. Mij lijkt het een heel erg leuke toevoeging. Nu nog afwachten of Epic Games dat ook vindt. Gaan we door naar de volgende. Dat is de Fun Crate. De Fun Crate is eigenlijk een ammo box waar alleen maar dingen in kunnen zitten. Zoals balloons, boombox, bushes. Noem maar op, alles wat je dus nu in beeld ziet. Het lijkt me super vet om dit zoiets te krijgen. Ik weet alleen niet hoe overpowered dit gaat worden. Want hij zegt, same spawn rate as ammo crates. Ammo crates zitten er soms wel 3 in dezelfde ruimte. Dus het lijkt me een beetje sterk als je 3 keer balloons krijgt. Of 3 keer wat dan ook. Lijkt me een beetje sterk, maar het idee is wel heel erg leuk. En wie weet gaan we dit ooit nog wel krijgen. Gaan we door naar de ene laatste die ik viel heb. En de ene laatste heeft te maken met het event wat natuurlijk gisteren was. Even trouwens, shout-out naar iedereen die bij het event was gisteren. Het is namelijk dat Marshmallow in de club te zien is. Dat hij daar gewoon staat, dat hij daar hele dagen gewoon draait. En dat het gewoon een heel erg vet event is. Dat je daar continu een soort van event hebt. Dat lijkt me op zich wel leuk. Enigszins is het ook wel een beetje zielig voor Marshmallow als hij daar 24/7 moet staan. Maar sowieso lijkt het wel heel leuk om hem gewoon af en toe een keertje even kort te hebben in die disco die dus vlakbij de factory stond, of bij Flush Factory stond, wat inmiddels al niet meer bestaat. Maar dit gebouw bestaat sowieso nog wel. Dus het lijkt me superleuk als deze er nog in komt. Gaan we door naar de laatste die ik viel heb. En de laatste concept is de Healer Grenade. Sorry, ik heb wat in mijn oog. De Healer Grenade is eigenlijk hetzelfde als een Gas Grenade, maar dan hield hij in plaats van dat hij je damage doet. Dropt in stacks van 3. En het werkt ook op je teammates. Dus het idee is super leuk. Zoiets zou zomaar in de game kunnen komen. Ik kan eigenlijk niet meer of minder hierover zeggen. Dit is zo'n idee wat perfect in de game past. En wat mij betreft er gewoon morgen al in mag komen.
Dames en heren, dit was het einde van deze video. Vond je deze video super tof? Drop even die like. Abonneer op het veel. Graag met dat belletje aan. Klik op de video's hieronder. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!